Want ik dacht dat ze een lekband had. Want we gaan zo na het eten, als het goed is, kijken voor een vriendje voor Sarah. Oh. In ieder geval iets minder goedemorgen. Het is dinsdagochtend en we hebben ons verslapen. Heel stom, mijn telefoon. Die laat ik altijd op voordat ik naar bed ga. Dus ik ben met een volle batterij naar bed gaan. Die was leeg. En dus geen wekker. Dus ik schrik net wakker. En toen... waren we normaal net al de deur uit geweest, zeg maar, naar school. Dus te laat. Zij is zo snel aan het aankleden. En ik ben er lunch aan het maken. School al gebeld dat we iets laat zijn. Dan moet ik zeggen dat we echt altijd op tijd zijn. Dus het is wat anders als je natuurlijk elke dag te laat komt. Ik snap ook niet waarom mijn batterij opeens zo leeg was. Echt zo raar. Want er is normaal een aantal procent uit in de nacht. En nu was er gewoon van vol leeg. Dus kan het niet verklaren. Dus ja. Nou, hoop dat zij even opschiet. Die was not so amused. Dat ik er uit bed trok en zei dat we wel heel erg moesten opschieten. Want ik haat het om te laten komen. Maar ja. Heel soms kan je er dus niks aan doen. Dan is het buiten je macht. Ik heb ook geen make-up op nog. Ik heb net heel even snel gewassen aan de wasbak. Ik denk, ik ga wat douchen als Sarah op school zit. Maar ik moest heel even langs de supermarkt en dan slap uit school. Dus ik ga ook niet heen en weer. Dus ik pik zo even die paar dingetjes op. Was twee dingen gisteren vergeten. Maar ik zou eigenlijk vandaag gaan lopen met Denise. Maar nu is er heel veel regen voorspeld. Dus dat is morgen. Ik zou eigenlijk morgen boodschappen doen. Dus ik denk, nou, dan doe ik dat vandaag. Dan hoef ik morgen sowieso niet. En dan... dat kunnen we morgen gewoon, gelijk als de kinderen op school zijn, gaan lopen. Boodschappen zijn gelukt. Het is weer herrie. Nu naar huis. Het begint ook net te regenen. Maar ik vind het nu iets minder erg, want ik moet toch mijn haar nog wassen. Dat was net natuurlijk niet gelukt. Zo, de herrie weer uit. En de herrie weer uit. Wel echt een dingetje. Ik ben echt geen één keer te laat op school gekomen. En dan gewoon nog drie dagen hierna. En dan gewoon nu te laat komen. Dat je echt denkt, waarom? Waarom? Ik ben heel het jaar op tijd geweest. Maar goed, het moest dus gewoon gebeuren. En ik snap echt nog steeds niet van waarom het is gebeurd. Maar ja, ik ga er weinig aan kunnen veranderen. Eindelijk lekker gedoucht en aangekleed. Mijn haar gewassen, dat heb ik nog niet gedaan. Top van Warehouse, broek, Benetton en laarsjes Drew. Dat zijn mijn lekkere renlaarzen. Het is zo grauw vandaag en het regent zo hard. Ik vind het echt stom weer. Ik hou niet van dit weer. Als het goed is, zou het alleen vandaag zo erg zijn en morgen gaat het beter worden. En nu ga ik even eten. Echt, hoe hou je het voor mogelijk? Het was redelijk droog. Dus ik denk, ik ga naar school. Nou echt, ik ben nog geen 3 meter van mijn huis op het fiets. Het gaat helemaal los. Nou, het bleef losgaan, bleef losgaan. En ik kom thuis met Sarah en het stopt met regenen. En het is nu gewoon even droog. En we moeten over een uurtje weer de deur uit. Dus ik ben benieuwd of dan weer hetzelfde gaat gebeuren. Alleen dan gaan we met de auto. Dus ik zei al, hoe dan ook, of nou droog is of niet, we nemen een paar plus mee. Want het gaat maar geen tweede keer gebeuren. Ik heb Sarah net afgezet. Nu ga ik langs mijn ouders. Sarah de fiets. Mijn vader heeft hem gerepareerd. Die is klaar.
Want ik dacht dat ze een lekband had. Maar er was iets met het ventiel. En de fietsslot deed het niet meer. Nu moest het afgeknipt worden. En een nieuw slot erop. Dat was allemaal klaar. Ik heb ook nog wat dingen die naar mijn ouders moesten. Die waren van de week wel heel veel bij mij. Maar toen waren ze op de fiets en dat was niet handig. Dus dat heb ik ook bij me. En gelijk even een bakje thee. En dan haal ik daarna Sarah weer op. Oh, het is altijd zo druk. Het is echt vlakbij, maar... Oh, kan ik hier rijden? Zij is soms echt 5 minuten te wachten. We zijn weer thuis. En Sarah, de fiets staat hier weer. Dus ik heb een heel gelukkig kind. Ik moet gelijk koken. Want we gaan zo na het eten, als het goed is, kijken voor een vriendje voor Sarah. Sarah is alleen. En we wilden heel graag een tweede konijntje erbij. Maar ja, dat is best lastig om ze te koppelen. En als je een konijn bijvoorbeeld in de winkel koopt, ja, dan heb je dat konijn. En dan zit je daar eigenlijk aan vast. En dat is niet echt heel handig als het dan niet lukt. En nu hebben bekenden van ons, die hebben een nestje. En dan mochten we het dus gewoon proberen om ze bij elkaar te kijken. Hoe ze op elkaar reageren. We hebben daar ook allemaal over ingelezen. Welke signalen je moet letten. Welke stappen je moet doen. Nou waren sommige stappen niet haalbaar. Andere wel. Dus wat haalbaar is, dat gaan we doen. En dan kijken of het goed gaat. En als het goed gaat, dan heeft Sarah een vriendje. En als het niet goed gaat, dan blijft Sarah alleen. Dus dat zullen we moeten zien. Het is best wel een dominant konijntje al. Dus ze hebben 2 mannetjes. Zij is natuurlijk een vrouwtje. Dus ik denk dat het best is om de rustigste te nemen. Want als je er een nog dominante konijn bij zet, is de kans natuurlijk dat het goed gaat kleiner. Dus we gaan het zien. We zijn onderweg. En ik vind het gewoon spannend of het gaat lukken of niet. Dus een beetje gezonde stress, zeg maar. Hi! Oh, zo, die is wel cool. Kan je zien? Die is wel heel mooi. Zou dat ook werken als je heel hard blaast? Met z'n drieën. 1, 2. Nee, jammer joh. Dat vindt ze hier op straat. Is zo'n blaasbloem dan niet op? Nee, maar daar lijkt hij toch op? Hij lijkt er wel precies zo. Dus het is net zo'n zo'n ding. Maar die lacht er gewoon op straat. Zo. Staan. Oh. Zij gaat huppelen en hij breekt zo'n tweeën. Ik ben de villa en paardes. Kijk hoe schattig. Welke vind je dan schattiger, schat? Kan je kiezen? Die binnen is. Ja, maar het is een van de zwarte mop. Die andere is vergeven. Dat is een lief. Dat is een jongetje toch, schat? Die? Het zijn toch allemaal mannetjes? Als het goed is zijn het allemaal mannetjes, maar... We weten het niet zeker. Eeuw, hij wilde aan mijn broek gaan eten, die grote. Ja. Dit is kleine Bodhi. En we gaan Sarah erbij halen. En dan gaan we ze op de gang kijken of ze aan elkaar willen wennen. Dus ik ga Bodhi nu even op de grond zetten. Kijk eens, kleintje. Ga maar kijken wat je het vindt. En dan, als Sarah erbij is, laten we eerst Bodhi al rondlopen. Zodat ze iets minder territoriaal kan zijn. En dan gaan we kijken hoe het zo gaat. Hopelijk gaat het goed. Sarah is aan het klaarmaken voor bed, want dan kan ze ook nog even komen kijken op de gang. Mila hebben we net naar huis gebracht. Ga je kijken, Bodhi? Wat ben je schattig. Sarah, die wil echt niet de hok uit. Die zit hier, ze kan er daar uit en naar buiten. Dus we hebben nu Bodhi in dit hokje, in de reiskoffer, even gezet. En kijken of Sarah gaat snuffelen. En ze zit alleen maar een beetje naar die reiskoffer te kijken. En naar mij. Het koppelen werkt voor nu echt niet mee. Sarah negeert Bodhi volledig. Maar we hebben nog zo'n kleine kooi, zeg maar. Dan gaan we nu de reiskoffer in doen en die kooi klaarmaken. Dan zetten we die kooi in Sarah de grote hok. Dan heeft Bodhi gewoon heel erg beschut de ruimte. Waar ging jij nou in staan? Wat? Het leek net of je ergens in ging staan. En dan kunnen ze zo even de avond en de nacht doorbrengen. En dan kunnen ze elkaar sowieso niet verwonden.
En dan gaan we ons even wat meer afzijdig houden. Juist zodat ze even de ruimte krijgen zonder afleiding. We kunnen natuurlijk uit het raam wel gewoon kijken. Maar dan zit Bodie gewoon goed beschut voor nu. En dat is wel prettig. En dan hopen dat dat beter gaat. En dan fingers crossed. We hopen dat het lukt. Want voor Sarah is het beter als ze niet zo alleen zit. En Bodie is zo'n leuk konijntje ook. En misschien zouden we dan ooit ook een nestje willen met twee. Maar dat is nog even ver van je bedshow. Eerst eens kijken of we ze bij elkaar gewoon normaal kunnen krijgen. We hebben het voor nu maar zo opgelost. We hebben een hokje in het hok gezet. We hebben ook een plaat overheen gezet. En er komt zo nog een schermpje voor vanavond tegen de wind. Het is zo'n klein dingetje nog, dus we willen hem wel een beetje beschermen. Het is vandaag ook precies natuurlijk de koudste dag van de week, zeg maar. Ja. Dus, ben je al je hooi aan het opeten? Je moet je stro. Ik gooi stro en hooi altijd door elkaar. Je moet je hooi eten. Je eet de verkeerde. En weg is die. Het is ook PewDiePie. En Sarah, die is nergens te bekennen. Die heeft zich verstopt voor nu. Dat is een beetje een scheiterd. Maar het is in ieder geval niet vijandig of territoriaal. Dus dat scheelt weer een hoop. En nu gaan we film kijken. Volgens Marco zei ik het niet goed. Zeg jij het eens dan? En nu gaan we geen film kijken. Nerd. Lampje uit. Nee, gewoon op het scherm onder drukken. Ja. Stom, hè? Ben ik... Oh. Ik wil geen zaklamp. Ben ik nou al zo erg gewend? We zijn even aan het kijken bij de konijntjes. En ik wil alleen geen fel lichtje nu aandoen. Dus we schijnen iets bij met de telefoon. Maar Sarah komt een klein beetje in de buurt van Bodie. Bodie is zwart, dus die zie je helemaal niet. Maar die is heel nieuwsgierig elke keer. Kijk. Kijk nou. Kijk. Ik kijk wel uit dat ze niet schrik van het lampje. Ze zaten te snuffelen aan elkaar, zag je net? Leuk, hè? Ik vind Bodie wel heel relaxed. Ik heb niet het gevoel dat hij zich heel gestrest voelt. Mm-hmm. Nee, we vinden het kleine hokje eigenlijk zielig, maar het moet even tijdelijk. Sarah, zie je je nieuwe vriendje? Oh, en toen zaten we in donker. Oh, ze zijn zo cute. Ik hou van konijntjes. Saraya was net nog even gezellig langs. Dus even zitten kletsen en bij de konijntjes gekeken natuurlijk. En het gaat elke keer een beetje beter. En Marco is daarna gelijk naar bed gegaan. En ik ga het laatste stukje 24 kijken. Ik ben zo benieuwd hoe het afloopt. En ik heb lekker popcorn gemaakt. En dit is trouwens zo schattig, dit had Sarah eigenlijk stiekem geschreven toen ze moest slapen. Staat op, mama, gaat het goed met Bodie? Echt zo cute. Nou, het was een goed einde en tegelijkertijd ook niet. Niet waar ik al die jaren op heb zitten wachten. Want je moet het einde toch een beetje zelf invullen. Maar goed, ik ben nog even bij de konijntjes gaan kijken. En ik ben helemaal verliefd op Bodie. Hij is zo uber cute en schattig en zacht en... We hebben natuurlijk die plaat boven het hoekje gelegd. En we hebben aan de zijkant nu ook even plexiglas gezet. Een plaat, zodat hij uit de wind en droog staat. Mocht het rot weer worden. Want Sarah kan natuurlijk gewoon de normale hok in, maar Bodie niet. Dus die staat ook helemaal beschut en veilig. Sarah snuffelt wel. En we zien nog steeds geen vijandig territoriaal gedrag. Dus dat is top. Dus we gaan gewoon even kijken hoe het morgen gaat. Maar so far so good. En we hopen echt dat het gaat lukken. Want Sarah die kan best wel vijandig zijn. En we hadden ook gelezen dat een tweede konijntje dan echt wel goed kan doen. Omdat zij heel erg bangig is. En altijd al is geweest. Dan kan een konijntje zich daaraan optrekken. Dus we hopen dat dat voor Sarah gewoon ook heel goed gaat zijn. Dus ja... Sowieso vinden we konijntjes echt alle drie echt mega super schattig en cute. En het zou ook gewoon goed voor de konijntjes zijn. Dus we gaan het hopen. Maar afwachten voor morgen. Ik ga nu in ieder geval lekker mijn bedje in. Dus de vlog afsluiten. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. En tot morgen. Doei doei.